Waterval kwam op 17 december uit. Het is het eerste album van K3 in de huidige bezetting met leden Julia Bosman, Marthe de Pellessin en Hanne Verbrugge. Het album staat al enkele weken bovenaan de hitlijsten. In Nederland was de hoogste positie de tweede plek. De dames van K3 hebben ook een nieuw nummer uitgebracht, Mango Mango. De videoclip is inmiddels meer dan 2 miljoen keer bekeken op YouTube. Mango Mango was mijn eerste echt grote videoclip voor K3. En wat voor een zeg. Meteen al meer dan 2 miljoen mensen die deze clip intussen bekeken hebben, dat vind ik heel vet, zegt de Nederlandse Julia. Julia kwam in november vorig jaar bij de meidengroep na het winnen van de talentenjacht K2 zoekt K3. Ze nam daarmee het stokje over van de Nederlandse Klaasje Meijer, die uit de groep stapte. Thank you.